De zuidelijke inheemse dorpen in het district Sipaliwini hebben het door de regenval van de afgelopen periode nog moeilijker. NDP-parlementariër Ilona Edwards zegt tegenover onze nieuwsdienst dat de kostgronden van de bewoners al daar onder water zijn gelopen en dat hun cassave is bedorven. Ongeveer 3 weken geleden deed ze reeds een oproep op de regering in de Nationale Assemblée om de bewoners van deze dorpen te voorzien van voeding, omdat ze in grote armoede leven. Edwards zegt dat de regering na haar oproep vooralsnog geen aandacht heeft besteed aan deze dorpen. De huidige situatie maakt het volgens het DNA-lid nog veel zwaarder voor de bewoners. Tijdens haar oproep maakte ze ook kenbaar dat het dorp Kalabaskreek te kampen had met een waterprobleem. Dit probleem is nog in diezelfde week opgelost door de regering.